Ik ben Axel, dit is jouw Blogs Update. Natuurlijk te zien op ons YouTube-kanaal en te horen op ons Spotify-kanaal. En daarin gaan wij iedere werkdag samen kijken naar de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen uit de crypto en de economie. En dat geldt natuurlijk ook voor vandaag. En daarbij, er is weer meer dan genoeg te melden en zowaar een beweging omhoog, een flinke ook voor Bitcoin. Met verder in het nieuws, spaarrentes, de handelsvolumes, China, Gemini en de SEC laat opnieuw van zich horen. En dat gaat voor in ieder geval 2 spot ETF aanvragen betekenen dat het, jawel, opnieuw langer gaat duren. Van start met nieuws omtrent de SEC, want zij hebben opnieuw van zich laten horen. Ditmaal in het kader van de verschillende lopende aanvragen die we hebben gezien rondom verschillende Bitcoin spot ETF's. Voor een tweetal daarvan gaat nu in ieder geval gelden dat dat opnieuw wordt uitgesteld en dat we dus niet op hele korte termijn een definitieve uitspraak vanuit het toezichtsorgaan hoeven te gaan verwachten. Een van die 2 waarvoor dat uitstel dus inmiddels al is bevestigd is de aanvraag van Global X. Die zouden eigenlijk op best wel korte termijn een uitspraak moeten gaan krijgen. Namelijk 7 oktober stond daarvoor de deadline in de agenda's. Nou, dat wordt in ieder geval dus uitgesteld, dus dan gaan we zeer zeker geen definitieve uitslag krijgen. Datzelfde geldt voor een andere, misschien wel wat bekendere lopende aanvraag, namelijk die van ARK en 21 Shares, die gezamenlijk een aanvraag hebben ingediend. Nou, die stond iets verderop, namelijk voor 11 november, maar toch heeft de SEC nu al laten weten dat ze dus ook voor deze aanvraag, die 11e van november, geen definitieve uitspraak gaan doen en ook deze aanvraag dus gaan uitstellen. Wanneer mogen we dan meer gaan verwachten? Nou, voor nu staat dat op 10 januari 2024. Dan kunnen we dus mogelijk wel een goedkeuring of een afkeuring voor in ieder geval deze 2 lopende ETF-aanvragen gaan verwachten. En ja, daarmee krijgen ze dus opnieuw ruim 4 maanden de tijd om hier eens goed naar te gaan kijken. Dat hebben ze eerder ook al gedaan, eenzelfde periode, namelijk ook een uitstel verleend voor deze lopende aanvragen. Ja, en daarmee duurt het dus alleen maar langer, ligt dit overigens wel volledig in de lijn der verwachting, want zo is het tot nu toe nog bij alle aanvragen gegaan, eigenlijk tot de laatste mogelijkheid uitgesteld en dan uiteindelijk dus toch een definitieve afwijzing in de bus krijgen. Nou, dan vraag je je misschien af, hoe zit het ook alweer met die ene hele grote, allerbelangrijkste aanvraag, namelijk de ETF-aanvraag van BlackRock. Nou, daarvoor komt de deadline ook al aardig dichtbij. Die ligt namelijk nog voor die van ARK en 21 Shares. Voor nu staat de BlackRock-aanvraag met een deadline van 17 oktober genoteerd. Grote kans dus dat ook daarvoor nog een uitstel aangevraagd gaat worden. Maar dat is voor nu in ieder geval nog niet uitgesproken door de SEC. Opnieuw een grote partij die de handdoek in de ring gaat gooien, voorlopig in ieder geval binnen Nederland. Het gaat namelijk om de Amerikaanse partij Gemini. En die hebben ook besloten dat ze niet langer gaan proberen om de benodigde papieren in Nederland te gaan krijgen en dus ook hun diensten hier gaan stoppen. Heeft ook alles te maken met de eisen vanuit de Nederlandse bank die worden gesteld aan alle cryptopartijen die binnen de Nederlandse landsgrens in ieder geval hun diensten willen aanbieden. Ja, lukt ze op dit moment dus niet vanwege de strenge regulering binnen Nederland om daartussen te gaan komen. En daardoor volgen zij dus eigenlijk Binance op, de grootste exchange ter wereld die eerder diezelfde stap heeft genomen zo'n 3 maanden geleden. Namelijk om te stoppen met het aanbieden van alle diensten binnen Nederland om diezelfde reden. Nou, Gemini heeft dit gecommuniceerd in ieder geval door middel van mail aan haar klanten binnen Nederland. Binnen die mail valt te lezen dat 17 november de uiterste datum gaat zijn. Vanaf dat moment bieden ze hun diensten dus echt niet meer aan binnen Nederland. Nou, doe dan ook jezelf een plezier en neem voor die tijd je tegoeden op. Die kun je kwijt bij verschillende andere partijen binnen Nederland. Dat kan natuurlijk ook bij Blocks, want ook daar kun je tegenwoordig gewoon crypto depositen binnen je Blocksluis. En op die manier kun je dus heel veilig je crypto gaan bewaren, maar ook gaan handelen bij een geregistreerde en betrouwbare Nederlandse partij. Gratis tip. Even terug naar Gemini. Dat is voor nu de situatie dus, dat ze zich terugtrekken van de Nederlandse markt. Ze laten daar wel direct bij weten dat ze uiteindelijk nog steeds wel willen gaan voldoen aan de MiCA-wetgeving en daarmee dus in 1 keer Europese goedkeuring willen gaan krijgen. Als dat lukt, dan gaan ze ook hun diensten in Nederland weer hervatten. Maar ja, dat zou zomaar nog eens een flinke periode, een jaar of langer in beslag kunnen gaan nemen. In de periode dat je daar dus je tegoeden moet gaan opnemen, kan dat in ieder geval volledig kosteloos. Er gaan namelijk geen handelskosten voor gerekend worden, laten ze ook weten in diezelfde mail. En daarmee dus een nieuwe grote partij die op dit moment in ieder geval stopt met het aanbieden van haar diensten in Nederland. Gelukkig meer dan genoeg goede alternatieven hier.
Of zal het volgende bericht er ook iets mee te maken hebben? Namelijk de handelsvolumes bij Bitcoin die blijven onverminderd dalen en zijn daarmee ook weer op het laagste punt sinds 2018 terechtgekomen. Laagste punt dus in maar liefst 5 jaar tijd, dus dat zegt wel wat. Dan hebben we het over de handelsvolumes van Bitcoin bij de grootste gecentraliseerde exchanges waar ik al opgeteld. En daarmee lijkt dat toch wel echt een gevolg te zijn op dit moment ook van de vele macro-economische ontwikkelingen die we zien. Zorgt er kort gezegd voor dat de investeerder gewoon heel onzeker is over de toekomst, zoals korte als langere termijn, voor de gehele economie, wereldwijd zelfs. En daarom dus steeds wat meer terughoudend wordt bij het investeren in risicoassets, waar crypto natuurlijk ook onder vallen. Dat is misschien geen verrassing, want dat is ook goed terug te zien. De prijsbewegingen, of eigenlijk het gebrek aan prijsbewegingen bij in ieder geval Bitcoin de afgelopen periode. Dat gaat al lange tijd zijwaarts. Er gebeurt vrij weinig, zitten een beetje vast. Ja, en wat betreft die transacties geldt datzelfde. Dus we moeten het vandaag de dag doen met zo'n 8.000 tot 15.000 transacties op het Bitcoin-netwerk per dag. Nou, mooie aantallen, maar dat verbleek natuurlijk bij de aantallen van zo'n 600.000 stuks die we eerder dit jaar rondom maart nog op het hoogtepunt hebben gezien. Nou, van die transactievolumes is dus weinig meer over. Dat zorgt ook voor een wat saaie markt. CryptoQuant zelf die laat zich er ook nog over uit. Nou, die zeggen ook van die macro-economische omstandigheden zijn ook wat hem betreft een van de hoofdaanjagers voor het gebrek aan interesse. Met name de Amerikaanse bank, de centrale bank in Amerika, die dus constant met berichten naar buiten komt die niet erg goed vallen bij investeerders. En daardoor aan het afwachten zijn en zelfs steeds banger worden voor een aanstaande recessie. Ja, dan wordt het natuurlijk helemaal lastig. Dat is dan zo dat we een daling zien natuurlijk in die volumes. Maar, zegt CryptoQuant daar ook bij, we zien nog gelukkig meer dan genoeg signalen dat er op de langere termijn nog volop vertrouwen is bij de gemiddelde investeerder. Zeker als je gaat kijken naar de cijfers rondom het hodlgedrag, dus het aanhouden van crypto. Ja, dan is dit groep die voor de lange termijn aan het aanhouden dus weer echt op hoogtepunten aan het uitkomen. En ook dat, zoals we recent al in de video hebben bekeken, is over het algemeen een teken dat er weer betere tijden aan zitten te komen. Nog maar 2 jaar geleden dat zo'n beetje iedere Chinese handelaar in cryptocurrency alle hoop opgaf op een toekomst met Bitcoin. Toen was namelijk de communistische partij er absoluut niet klaar voor. Die wilde niks meer weten van decentrale alternatieven. Crypto werd eigenlijk volledig in de ban gedaan. Mining werd in de ban gedaan. Het werd een ontzettend lastig verhaal. En als alternatief daarvoor kwam de Chinese overheid met een CBDC. Een Central Bank Digital Currency. Dus eigenlijk een gecontroleerde variant daarvan. Nou, nu, 2 jaar later, lijkt er toch heel langzaam in de verte iets te veranderen die overtuiging rondom crypto. Want er is namelijk een hele belangrijke uitspraak gedaan bij een rechtbank in Shanghai waarmee Bitcoin een unieke status krijgt. Namelijk de status van een uniek en niet reproduceerbare valuta. En dat is een grote stap voorwaarts op papier. Dit wordt onder andere naar buiten gebracht door Justin Sun. Dat klinkt dan misschien niet bepaald betrouwbaar, maar ook daarbuiten is het een en ander over terug te vinden gelukkig. En dat betekent dus dat cryptocurrency, Bitcoin in dit geval, door die rechtbank in Shanghai toch wel degelijk een wettelijke status heeft gekregen. Uitspraak van deze zaak gaat over een zaak die al langer loopt. Het is namelijk ingediend september vorig jaar, 2022, jaar geleden dus. Daarin ging het ook om een advocaat die de hodlers een bepaalde bescherming vond hebben. Ondanks het verbod dat er in het land op dat moment was op digitale valuta. Nou, blijkt hij nu inderdaad dus gelijk in te hebben gekregen. Het volgende wordt in die uitspraak ook nog gezegd. Want met de ontwikkeling van met name de internettechnologie is deze digitale valuta, in de vorm van Bitcoin dus, echt uniek en ook niet reproduceerbaar. En daarom verschilt het nogal van verschillende andere virtuele valuta, zoals bijvoorbeeld de Qcoins. De schaarste daarvan, nou, die erkent iedereen wel. De eigendomskenmerken, daarvoor geldt hetzelfde. En er is simpelweg geen manier meer om dit te omzeilen. Op welk gebied dan ook. En zeker niet op financieel gebied. Dat is dus terug te leggen in die uitspraak. En dit zou een heel belangrijk zaadje kunnen gaan worden voor een bredere omarming weer binnen China. Meer algemeen, maar zeker wel belangrijk economisch nieuws. Gewoon hier van Nederlandse bodem. Het gaat namelijk om de spaarrentes bij Nederlandse banken die worden aangeboden. Die eindelijk weer een beetje fatsoenlijker niveaus beginnen aan te tikken. Laatste bericht dat hier van getuigd is namelijk de ABN AMRO die laat weten dat we vanaf 15 oktober weer 1,5% rente op spaargeld gaan krijgen.
Dan gaat het ook nog eens om het vrij opneembare tegoed. We gaan ze over de hele breedte aanpakken, want ook spaarrekeningen voor kinderen die gaan 1,65% rente ontvangen zelfs. En ook zakelijke rekeningen geldt de 1,5% voor. En dat is weer een stap de goede richting in. Want op dit moment ligt het gemiddelde percentage bij deze bank in ieder geval op 1,25%. Maar met deze verhoging is ABN AMRO zeker niet de enige. Want we hebben dit al eerder gezien. Of verschillende andere banken die dezelfde stap hebben aangekondigd voor de korte termijn. ING Rabobank bijvoorbeeld, voor de ING gaat 1,25% rente gelden. De Rabobank zelfs 1,7%, dat gaat dan wel om spaartarieven tot aan 20.000 euro. Maar al met al zijn dit dus de eerste tekenen, de eerste stappen voorwaarts weer van de verhoogde rentes door de ECB. Dat betekent namelijk ook dat wanneer de banken het geld stallen bij de centrale bank, zij daar weer daadwerkelijk rente over ontvangen in plaats van moeten betalen. En dat dus uiteindelijk ook weer door kunnen gaan uitkeren aan hun klanten. Dat is precies wat er hier nu gaande is. Een aantal andere grote partijen, ASN Bank, SNS, Regiobank, nou ook zij verhogen het van 1,2 naar 1,25%. Wat kleinere stappen, maar toch, er zit weer beweging in. En ondanks al deze verhogingen is met name de politiek in veel opzichten nog steeds niet tevreden. Want die zeggen namelijk, ja, de banken die ontvangen bij de ECB meer rente over het geld dat ze daar stallen dan dat ze nu uitkeren aan hun eigen klanten. Dus als dit soort bewegingen worden voortgezet en mogelijk zelfs de politiek zich ermee gaat bemoeien, kunnen die spaarrentes de komende tijd nog wel verder omhoog. En geloof het of niet, we zien ook weer verhogingen bij de koersen van Bitcoin. In ieder geval als we gaan kijken naar de waarde daarvan in de Amerikaanse dollar uitgedrukt. Zie je hier ook direct terug op tradingview.com. Dan kijken we naar de weekcandles om te beginnen. Van Bitstamp halen we de data vandaan. Ja, dan zie je ook dat deze hele week zich weer in een overtuigend groene positie verkeert op dit moment. 1,23% erbij in de afgelopen 3 dagen. En dat is fijn, want we hebben ook nog gewoon in het rood gestaan. Dus de beweging is echt aan het omslaan naar meer positiviteit. Dat zorgt ervoor dat we nu een Bitcoin verhandelen op $26.575. Daarmee zijn we dus alweer serieus van de risicogebieden rondom de 25 en ook de 26.000 af aan het bewegen. Hoe lang we dat kunnen volhouden, dat is nog maar zeer de vraag. Maar voor nu zit de positiviteit er wel weer in. Je ziet hier dus het hele bereik op weekniveau heeft ook echt nog onder de 26.000 gezeten op 25.977. Dus daar werd het echt even kritiek. Hoogtepunt tot zover op 26.823, dat ook vandaag is behaald. Blijft wel nog steeds flink achter bij het hoogtepunt van de vorige week. Want dat lag namelijk op de $27.500 bijna. Daar hebben we dus nog wel wat stappen in te maken. Willen we dat op zijn minst gaan evenaren. Voor nu zijn we in ieder geval even van die negatieve beweging af. Als we op de dagcandles gaan kijken, ja, zie je ook overduidelijk waar dat vandaan komt. Namelijk van vandaag, waarin we dus die hele beweging in gang zetten. Je ziet al, het begin van de week begon groen, werd het daarna weer rood na een min van 0,34% in de close op gisteren. Vandaag weten we vanaf daar te vertrekken en dan weer wat scheppen bovenop te doen. Daarmee torenen we even ook weer uit boven het niveau dat we hier de dagen voor deze daling als hoogtepunt hebben aangetikt. Weten we overigens niet vast te houden en komen weer terug op het niveau wat daar ook de top bleek voordat we verder terugzakten. En dat betekent dus de $26.500. Dat is nu het belangrijkste niveau om te gaan overwinnen. Om boven die belangrijke lijn uit te gaan stijgen die hier nou, de afgelopen lange periode wel vaker van belang is geweest. Is even gelukt. Voor nu dus weer wat aan het terugzakken. Mogelijk dus dat bijvoorbeeld de berichtgeving vanuit China hier wat positiviteit in het vat heeft kunnen gooien. Maar laten we even wat verder gaan inzoomen naar de uurcandles. Dan zie je ook hoe snel dat die hele verhoging is gegaan. Hier natuurlijk weer de wat saaiere zijwaartse beweging van de afgelopen dagen. En dan gaat het hier in één keer hard. De loop van de ochtend krijgen we een beetje tractie met een uurcandle van 0,5% erbij rondom 11 uur. Uur daarop weten we daar nog 0,19% bij te tellen. En dan gaat het pas echt hard, want dan komen we net na de middag in een uurcandle met een plus van 1,22% uit. Daarin raken we ook het hoogtepunt aan. Die 26,8, dat doen we het uurtje daarna niet heel veel beter. Dan gaan we namelijk een klein beetje minder 0,18% eraf. En voor nu is dus die beweging naar beneden weer wat ingezet. Test op die $26.500, die lijkt op dit moment gaande te zijn. Als die geslaagd is, dan is dit een heel mooi vertrekpunt voor een nieuwe test naar de hogere niveaus.
Tot zover jouw blogsupdate voor vandaag. Voor morgen geldt natuurlijk weer dezelfde tijd, dezelfde zenders. Want ook dan weer te zien op het YouTube-kanaal en te horen op ons Spotify-kanaal. En wil jij dat nou ook iedere dag, dat laatste, meest verse nieuws? Dat kan. Subscribe jezelf dan op onze kanalen. Dat is natuurlijk gewoon volledig kosteloos. Kost je slechts één muisklik. En dan ben je er altijd als allereerste bij. Dus absoluut aanraden. Voor nu, fijne avond gewenst en tot morgen gewoon weer. Doeg!